In heel veel bedrijven van ons land wordt hard gewerkt. Maar wie hard werkt, heeft ook een goede voeding nodig. En dat is op het ogenblik een probleem. Gelukkig komt het Bureau voor Voedselvoorziening in Oorlogstijd met haar centrale keukens te hulp en verstrekt aan het personeel van verschillende bedrijven bijvoeding. Dat wil zeggen, in de middagpauze krijgen de arbeiders een warme maaltijd voor weinig geld en, dat is het belangrijkste, zonder bon.